Heel Radioland zit vanavond met samengeknepen billen bij de uitreiking van de Gouden Radioring in Hilversum. Marieke, ooit begonnen bij de radio, deed een rondje genomineerden. Het draait natuurlijk allemaal om die felbegeerde Gouden Radioring. Maar het begint allemaal bij het aanstormende talent. Dit is hem. Hoi. Rob Jans. Wat denk je dat jou uniek maakt als radiomaker, als aanstormend talent? Ja, ik probeer wel iets te doen wat er nog niet is. Jij hebt hier een hele mooie jingle player. Wat heb je erin gegooid? Zeg eens met je. Marieke. En hoe spel je dat? M-A-R-I-E-K-E. Wat lekker zwaar. Goedemorgen. Hey, ik kom ook echt binnen met een bang. Het nieuwste trio van de radio bestaat nog geen 3 maanden, maar maakt nu gewoon al even kans op die fonkelende ring. Zo, wat staan we er stijfjes bij. Wel hè? Nou. Dat is een beetje de spanning. Hey jongens, jullie zijn gewoon genomineerd met Mattie, Fien en Ingmar voor de Gouden Radioring. Ja. Als jullie vanavond winnen, hoe feliciteren jullie elkaar? Ik vind eigenlijk dat we, maar ja, doe één keer. Oké, één keer. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd jongen. Ja, het is, sorry. Het heel ongemakkelijk. Niet echt heel, ja, nou, zullen wij laten zien hoe je dat doet? Ja. Oh, gefeliciteerd! Gerard Ekdom, de oude rot in het vak, ziet eruit om door een ringetje te halen en is maar liefst 2 keer genomineerd. Hoeveel prijzen staan er inmiddels al op jouw schoorsteenmantel? Ik loop er best normaal bij, maar ik heb 3 sterren. Oké! Okay. Maar is het dan nog speciaal om nu nog genomineerd te zijn? Ja, maar natuurlijk. Ja? Je maakt een nieuw programma en als je dan al genomineerd bent en mensen vinden dat tof en leuk, dan vind ik dat echt een compliment. Wel met 09098851. Dit was een programma in de zendtijd van Gerard Ekdom. Nou. Ja, ik ben even door alle lagen van de nominaties heen gegaan. Want je zag aanstormend talent, zag hier Rob Jansen. Maar ook Joost Winkels en Bas Menting maken dan weer kans. Dus op alle categorieën is eigenlijk al een winnaar bekend. Achter de schermen, behalve dus die Gouden Radioring. Daar zijn er nog 5 in de race. En daar kan dus nog tot 8:30 gestemd worden en wordt het vanavond uitgereikt. Maar jij weet al wie talent gaat doen? Nee, dat weet ik nog niet. En de Marconi Award voor aanstormend talent, die wordt dus niet door het publiek bepaald, maar door een jury. Wie gaat die radioring pakken, denk jij? Ekdom of de staat van Stassen, denk ik. Ik denk dat Kai gaat winnen. Dat is een jongen die zit op 3FM, midden in de nacht. Daar luisteren natuurlijk helemaal niet zoveel mensen naar, maar die heeft zo'n online followersgroep achter zich. Die hebben hem allemaal daar tot de genomineerde gestemd. Ik denk ook dat hij gaat winnen. En hij is ook genomineerd bij de Ster, dus hij kan ook nog de beste diertje van Nederland worden en het beste programma maken. Ja, Ekdom heeft dat ook. Die is ook als man genomineerd als presentator en voor zijn programma. En bij de zilveren radioster vrouw is dus Fien Vermeulen van Q-Music genomineerd. En dat vind ik wel speciaal, want zij is gestart als nieuwslezeres. En is eigenlijk min of meer sidekick geworden. Het programma heet nu ook Mattie, Fien en Ingmar. Dus vanuit die nieuwshoek is zij nu genomineerd, samen met Annemieke Sollaert en Eva Koreman.